Ontmoet babychefs Ellie en Ashley. Ellie is al miljonair sinds ze klein was. En Ash kookt van wat ze kan vinden. Liefies. En ze dromen er ook al van om een café te openen. Wow, dromen komen uit. Nu is Ellie de eigenaar en Ashley helpt haar. Maar er is iets misgegaan. Niemand bezoekt het café. Het is al 22 dagen zonder bezoekers. Oh, sorry, 23. Ik heb een idee. Ik weet hoe ik klanten terug kan krijgen. Luister naar me, alsjeblieft, alsjeblieft. Oh, ze is zo vervelend. Ik weet wat ik moet doen. Het is heel simpel, probeer maar. Wow, goed geprobeerd. Hey, kom hier. Betaal slechts $1 en krijg een superlekkere hamburger. Hey, het café hier, vlakbij, geeft gratis hamburgers weg. Geweldig, laten we daarheen gaan. Goed idee. Maar waarom? Luister naar me. Hey. Wat? Eén momentje. Hier, kijk. Kleurrijke hamburgers. Dat is net wat we nodig hebben. Oké, wat is het volgende? Een beker met strassteentjes? Kijk, het is een aardappelvlinder. Cool idee, toch? Wat lullig. Hoi, Tom. Niemand vindt mijn idee goed. Wacht, hier, ik heb ook een idee. Nou, we kunnen honingraten verkopen. Geniaal, toch? Oh, het is zo gevaarlijk. Ik heb iets voor jou. Tadaa! Vergeet mijn idee. En wat doen we met het koekje? We kunnen het beter weggooien. Coole bal. Goed gespeeld. En nog eentje. Dat was het. Ik heb genoeg van je. Waar gaat hij heen? Och ja. We gaan ons eigen café openen. Maar we moeten het eerst verbouwen. Laten we gaan. Laten we beginnen. Jongens hebben goed werk geleverd. Oh, wat is dat? Ik begrijp het niet. Tom is een beetje in de war. Ah, nu heb ik het. Dat is veel beter. Wat een stijlvol interieur. Nou, laten we aan de slag gaan. Ja. Yeah. Het was gesloten en nu is het open. Ze moeten wachten op de eerste bezoekers. Much later. Ik begrijp het niet. Waar is iedereen? Hoeveel tijd is er voorbij gegaan? En waar is Tom? Hij is de grappenmaker van het jaar. Oh, eindelijk. De eerste hongerige klant. Hier, alsjeblieft. Hij is er niet enthousiast over. Is dat een hamburger? Het ziet er naar uit dat ze de rest moeten weggooien. Echt niet. Geel is zijn favoriete kleur. Het is zo lekker. Het is krachtiger dan een nucleair explosief. Geweldig! Wat een kleurrijke lunch. Ongelooflijk! Hij at alles op tot de laatste kruimel. Oeps, een regenboogmislukking. Maar de jongens hebben een fortuin verdiend. Je kan in Ellie's café slapen. Er zijn geen klanten. Behalve Jamie's verzonnen tegenstander. We vragen ons af wie dit spelletje tic-tac-toe gaat winnen. Geef het op! Waarom blijf ik verliezen? Hier... Ellie, stop met chillen. We zenden uit vanaf Ashley's café. Ze verkoopt kleurrijke hamburgers en heeft geen tijd om geld te tellen. Wow. Het is lekker en trendy.
Heerlijke mode. Maar niet voor iedereen. Wat? Ze heeft een gewone hamburger. Kijk goed. Wat een truc. Wauw. Wauw. Welke hamburger heb jij gekozen? Reageer hieronder en ik ga eten. En nu gaan we antwoord krijgen op de hoofdvraag. Hoeveel geld verdien je? Gaaf, het is indrukwekkend. En ik ben haar partner. Mag ik iets zeggen? Nou, nee. Ellie gaat het niet zo laten. Haha. Loser. Oh, wat moet ik... Kom hier, gamer met verbeelding. Ellie besloot om kleurrijke hamburgers te stelen van haar concurrent. Als je het goed gedaan wil hebben, doe het dan zelf. Oh, en hier is het doelwit. Het is tijd voor actie. Oeps, verkeerde deur. Hey jongens, dit is de mijne. Hier is hij. Hebbes, laten we gaan. Ja, ja, ja. Hey. Jamie, wat heb je gedaan? Spuug het uit, snel. Oeps. Hey, luister. Heb je gezien wie de restjes weggooit? Wat? Dat zijn wij niet. Dat is hem. Laat me je omhelzen. Jim spuugt beter dan hij loopt. Oh, de gast is eindelijk gekomen. Hallo. Hallo, kun je... Neem plaats. Nee, nee, je hebt me verkeerd begrepen. Ik... Misschien water? Wacht, ik wil alleen weten waar... Wat is dat? Deze hamburger is bedorven. Wil je een gewone hamburger? Jam, jam. Stop ermee, ik wil het niet. Hier is een gouden. Wacht even. Wat dacht je van een romantische sfeer? Geen kaarsen, stop ermee. Ik zal niet... Jam, een lepel voor mama. Stop! Ik was net op zoek naar het café. Die ene die hamburgers in verschillende kleuren heeft. Waar is het? Het is om de hoek. Hé, hey, niet weggaan. Stommeling. Weer gefaald. Jelk. Walgelijk. Wat is dat? Mensen in het Troom-universum wachten uren in de rij om kleurrijke hamburgers te krijgen. Het is ongelooflijk. Het kan niet waar zijn. Hey, kan ik gaan? Arm ding, zo lang wachten. Maar Elle heeft een plan. Ik wil je aan iemand voorstellen. Een hele menigte van meneer Franklin's. Oh nee, ik heb veel van dit soort vrienden. Hier en daar. Bla bla bla. Oké. Wow. Elle biedt aan om van café te wisselen. Ze is klaar om de sleutel te geven. En Ashley mist haar werk. Alles was blinkend schoon. De klanten waren blij. De kassa zat vol met dollars. En Jamie had iemand om tic-tac-toe mee te spelen. Ja, ze stemt toe om terug te komen. En natuurlijk is Tom bij haar. Ik neem deze als souvenir, toch? Een sluw rijk meisje kreeg wat ze wilde. Nu bezit ze kleurrijke hamburgers. Veel geluk, Elle. One nap later. Het geld stroomt. Oh, en er zijn zoveel ontevreden klanten. Kijk naar mijn tong. Hij at een hamburger en werd blauw. De klant eist zijn geld terug. En deze is rijk geworden door de hamburger. Verliest weer. Hey, ik ben net een Harley Quinn na een hamburger. Ach, het is weer nul. Elle moet achter haar klanten aanrennen. Ah.
nou? Het ziet er niet naar uit dat ze terug willen komen. Ellie verloor deze geldrace.